Dit is Iris. Ze is 35 jaar, woont in Manila en is IC-verpleegkundige. Iris hoopt na de zomer in Nederland te kunnen werken. Daarom gaat ze elke dag om 6:30 in de ochtend naar een cursus Nederlandse taal. Iris is alleenstaande moeder. Ze laat twee dochters achter als ze naar Nederland vertrekt. Dat deed ze al eens eerder, toen ze 5 jaar in Saoedi-Arabië en 1 jaar in Qatar als verpleegkundige werkte. My oudste is 12 jaar en my jongste is 10 jaar. In het begin is het heel moeilijk, maar ik doe mijn best om ze altijd te bellen via Facebook of WhatsApp. Hi, goedemorgen allemaal. Iris maakt deel uit van een groep van 35 verpleegkundigen, gerecruiteerd door Otto Workforce. Ze werken hard om zowel taalniveau B1 als B2 te halen. Vanwege de BIG-registratie en om straks goed te kunnen functioneren in een Nederlands ziekenhuis. En dat betekent veel oefenen. Goedemorgen, je spreekt met Iris. Goedemorgen, je spreekt met you. Oh. Voor de verpleegkundigen die kans maken om in het Zuiderlands ziekenhuis te werken, zoals de 33-jarige André, komt daar ook nog eens het Limburgs dialect bij. Ken je al 1 woord in het Limburgs? Ah, Anne? Ja, Anne? Anne? Ik hoorde dat Limburg is een van de 12 provincies van Nederland en de hoofdstad is Maastricht. En ik hoorde dat ze veel verschillende talen hebben. Ik wil het in de toekomst leren. Het is een hele andere business dan wat Otto gewend is. Want inderdaad, een ziekenhuis is gedreven door protocollen. Dus alles moet goed geregeld zijn. En er moeten bepaalde risico's moeten gewoon volledig afgedekt zijn om hiermee te kunnen starten. Dus deels dek je dat af door dat ze de BIG-registratie moeten halen. En in de BIG-registratie heb je een aantal toetsmomenten waarin je eigenlijk moet bewijzen dat je het Nederlandse kwaliteitsniveau aan kan. En daarnaast zijn we natuurlijk met het ziekenhuis in gesprek van hoe kunnen we stapsgewijs de verpleegkundigen laten landen in het ziekenhuis. Dat je niet meteen iemand op de IC laat starten, maar dat je iemand ook rustig laat landen, de doelgroep kunt leren kennen, de taal nog verder kan perfectioneren en dat je daarna pas eigenlijk die stap gaat maken naar de IC toe. Als ik heb genoeg geld sparen, ik zal mijn eigen land terugkomen om mijn eigen, misschien mijn eigen bedrijf hebben. Mijn koers is voor mij om een beter toekomst voor mijn kinderen en mijn moeder te geven. De hoop op een beter leven is bijna tastbaar in een restaurant later die avond. Als alle 35 verpleegkundigen in opleiding samenkomen voor een feestelijke aftrap van het project. Goedemiddag is het nog allemaal. En welkom hier in Manila. Hebben jullie het liefste dat ik in het Nederlands praat of dat ik tegen jullie in het Engels praat? Nederlands? Nou, applaus voor jullie hoor. Ja. Als je iets nieuws begint, maar dat is denk ik in Filipijnen ook, gaat het niet altijd vanzelf. Dus dan heeft het af en toe wat meer tijd nodig. Nou, wij proberen jullie daarin zoveel mogelijk te ondersteunen, te helpen. En het belangrijkste wat we altijd binnen Otto zeggen, we take care of our people. Zo, ja, dus ook voor jullie allemaal, en dan kan ik ook persoonlijk, I will take care of you all here. Dat zal ook gebeuren. En ik denk dat we gaan toasten op de eerste mooie pilotgroep van
Filipijnse nurses, verpleegkundigen in Nederland. Toast, ayo!